Oké, ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Nee. Het is dinsdag 19 december. Welkom bij een nieuwe vlogmas trouwens. En het is 22:30 s'avonds. Zoals je kunt merken heb ik vandaag nog niks gevlogd. En ik heb daar eigenlijk geen reden voor, maar wil ook weer wel. Ik begin bij deze ochtend. Deze ochtend, ja, ik vlog bijna nooit 's ochtends, eigenlijk praktisch gewoon nooit. Ben ik naar school gegaan en heb ik mijn laatste examen Frans gehad. En dat was Frans. Ik heb daar trouwens al een uitslag van, want dat sprong ineens op Smart School. Ik heb 55 op 64 van het examen en 15 op 20 van het mondeling. Dus ik ben echt super blij. Ik vond het een raar examen, dus ja, ik ben heel blij met die uitslag trouwens. Maar dat even terzijde. Dus had ik mijn examen Frans tot 5:50. Dan ging ik eigenlijk met iemand van mijn klas naar Antwerpen. En dan gingen wij om 4:15 tot 5:45 naar een open les aan de hogeschool. Aan Karel de Grote gingen wij een les volgen. Didn't happen. Ik ben niet in Antwerpen geweest. Waarom niet? Omdat, zij zei van, ik heb eigenlijk niet zoveel zin om te gaan. En ik zei, nee, ik eigenlijk ook niet. Maar ja, we hebben ons daar wel voor ingeschreven. Dus nu voel ik mij zo'n beetje lastig om niet te gaan. En uiteindelijk, ja, zijn we dan toch niet gegaan. Nu komt dat zo slecht over alsof die andere slecht was. Maar dat was ook, we hebben dat gewoon samen beslist om dan toch niet te gaan. Omdat ook de examens gedaan waren. En ik had daar ook niet zoveel zin in. Maar ik had dat wel gedaan. En dan Karen, iemand van mijn klas en ook een vriendin van mij, die is vandaag 18 geworden. Die is vandaag jarig en die is 18 geworden. Dus zij gingen met nog andere vriendinnen van mijn klas en met Marie. Marie zit trouwens niet bij mijn klas, even terzijde. Nog iets drinken. En dan heb ik die gebeld van ja, we gaan toch niet naar Antwerpen, waar zijn jullie? Mag ik misschien met jullie dan nog iets gaan doen? Want Karen was dan ook jarig. En dan zijn we iets gaan drinken en dan zijn we nog iets gaan eten. En dan ben ik naar huis gekomen. Dus dan was het ongeveer 2:00 eer dat ik thuis was, denk ik. En dan heb ik heel namiddag Netflix gekeken, YouTube-filmpjes gekeken. Geen zin in niks. Nee, ik had gewoon zin. Ik had geen zin in iets te doen. Ik had geen fut om te vloggen. Ik had gewoon niks zin. En dan ben ik nog gaan trainen van 8 tot 9. En dan lig ik hier nu om 22:30 s'avonds mijn vlog nog te openen, zo gezegd. Ik voel me wel schuldig dat ik vandaag niet heb gevlogd, maar ik had er daar straks echt geen zin in. En ook geen behoefte aan. En ja, ik heb dat dus gewoon niet gedaan, zoals je kunt merken. Maar ik wou toch een vlog morgen, dus daarom leg ik nu toch even uit waarom het een beetje is misgelopen vandaag. En het liep ook aan minst deze ochtend. Eerst bleek er dat er twee verschillende soorten dialogen waren. Dus de helft had het verkeerde geleerd. Ik had gelukkig wel de juiste geleerd. Maar er waren er die wel verkeerd hadden geleerd. Dan ging tijdens het examen mijn palpen op. En ik schreef zo hele examens met dezelfde palpen. En ik kon er echt van rotten. Dat dan nu net het laatste examen mijn palpen opging. Want ja, dat is zo'n soort van bijgeloof of zo. Ik weet het niet. Dat moet met dezelfde palpen. En toen bleek ook nog eens dat mijn drinkfles was uitgelopen. En omdat ik dus trainingen had en me dus normaal gezien naar Antwerpen ging, had ik mijn danskleren bij. Dus mijn danskleren kwamen kletsnat. Kon ik daar op een chauffage gaan liggen in de klas. Ja, dus alles liep mis vandaag. En dan zijn we nu eens naar Antwerpen geweest. We gingen eigenlijk naar Antwerpen voor die open les. We gingen niet naar Antwerpen en dan naar een open les. We gingen naar Antwerpen voor die open les. Dus dat was eigenlijk mijn dag en ik ga nu de vlog al terug afsluiten. Ik ben echt super terug bezig, maar morgen herpak ik me terug. Ik ga nu nog even een serie kijken en dan ga ik ze niet slapen, want ik ben eigenlijk echt heel moe. Dus ik wil jullie toch bedanken om te kijken naar deze vlog van misschien bijna 5 minuten. Ik heb toch nog 5 minuten gepraat, goed bezig. Ik wil jullie dus bedanken om te kijken. Doe het duimpje omhoog als je misschien een beetje leuk vond dan toch nog. En ja, de examens zijn gedaan. Dus daar moet ik eigenlijk heel blij om zijn. Ja, oké.
Bedankt om te kijken. Ik zie jullie morgen weer. Doei!